Oh, gaan we nog eventjes de keuken opruimen? Ik ben op een feestje uitgenodigd en ik wil eigenlijk alles netjes hebben voor ik wegga. Tada! De keuken is perfect. Snel nog eens eventjes in bad, zodat ik lekker ruik. En dan nog even mijn jurk aandoen en dan gaan we naar de kapper. Ik heb er al zin in vanavond. Echt super, super fijn dat ik deze jurk mocht lenen van Elsa. Hij past perfect bij het thema en dat is namelijk bosnimf. Nu heb ik alleen nog een kapsel nodig dat erbij past. Ik ben klaar voor een nieuwe look. Oké, en waar ga je dan vanavond naartoe? Wat voor feest is dat? Het is een bosnimf thema feest. En daarvoor heb ik een metamorfose nodig. Oké, nou ja, je hebt wel echt heel mooi blond haar. Maar wil je dan dat ik je haar ga verven? Ja, sowieso. Welke kleur dan? Een blauw? Ja, maar blauw, dat past niet bij de jurk. Groen ziet er misschien een beetje gek uit. Wat vind je van paars? Of roze? Oh ja, natuurlijk, dat kan ook. Dan wordt het roze. Wil je ook nog een ander kapsel hebben? Oh ja, heel graag. Iets korter misschien? Of moet ik je haar vlechten of stylen? Wat wil je? Nou, eigenlijk wat korter. Nou, oké, dan gaan we dat doen. Dan gaan we eens eventjes beginnen met het haar knippen. Dat moet je in ieder geval niet thuis nadoen. Alleen als je kapper bent. Zo, het haar is nu geknipt. En misschien wil je het eventjes bekijken in de spiegel, Barbie. Hier. Oh, wow, het is veel korter dan eerst. Maar ik ben hartstikke tevreden, ziet er mooi uit. Ja, en nu komt nog de kleurverandering. Zodat je jurk niet vies wordt, heb ik hier zo een doek. En die wikkel ik gewoon even om je lichaam. Zo. Dit is een mooie roze. En als eerste ga ik het haar goed nat maken. En kun je de kleur er weer uitwassen? Ja, natuurlijk. Ik doe het met haarkrijtjes, dus het is uitwasbaar. Zo. Het haar is nu goed nat. En nu kan ik erover gaan met het krijtje. Het krijtje kun je ook nog een beetje vochtig maken. Dat helpt vaak ook wel. De bovenste laag die is nu roze. Dan doe ik het haar een beetje omhoog. En dan doe ik de volgende laag. Wauw! Weinig later ziet Barbie er echt fantastisch uit. Ze is helemaal veranderd. Het haar is nu nog vochtig. Ik zal het eventjes borstelen. En dan moet het alleen nog maar eventjes drogen. En dan is haar nieuwe look echt perfect. Oh, ik ben heel benieuwd. Vooral ben ik benieuwd wat mijn vrienden gaan zeggen. Wow, nou Barbie, ik vind het hartstikke mooi. En wat vind jij ervan? Wow, ik vind het zo mooi. Dit past echt perfect bij het thema. En als ik mijn haar weer was, dan is het helemaal niet erg. Ik vind het echt hartstikke leuk, die kleurtjes. Kijk, ik heb hier een heel palet met allemaal kleurtjes. En als je wilt, dan kan ik de volgende keer ook nog je haar in een andere kleur verven. Dit was vandaag roze,
Maar misschien wil je voor een feestje er nog groen haar. Of misschien paars haar. Of misschien bruin, dat kan natuurlijk ook. Dus je kunt gewoon weer langskomen in mijn kapsalon. En nu wens ik je veel plezier bij het feest vanavond. Jij kunt gaan, je bent er klaar voor. En doei dan! Doei! Ik heb er zin in. En laat maar weten in de reacties wat jullie van mijn nieuwe look vinden. Moet ik mijn look nog veranderen? Laat het maar weten. Doei!